Jezus zoals Johannes hem zag. Waar is de gevangene? Hij daar? Dit? Zo gevaarlijk dat ze hem op dit eiland gevangen houden? Zijn ze niet goed wijs in Rome? Niet zo brutaal, Titus. Vertel, wat moet hij hier? Dominus et Deus. Wat? Dominus et Deus. Heer en God. Zo wil de keizer Domitianus genoemd worden. Dus? Er bestaat maar één Heer en God. De God die ik dien. Dus daarom wordt hij opgesloten. Hij weigert de keizer als God te beschouwen. Waarom is hij niet gedood? Dat probeerde ze ook. Maar hij ging niet dood. Wat bedoel je? Dat dus. Die ouwe sterft niet. Hij is een christen met grote invloed. Hij roept zijn volgers op te geloven in zijn redder. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was gewaarschuwd en opgesloten en levend gekookt. Gekookt? En? Ja. Maar... Dat is het punt. Hij stierf niet. Hij bleef geloven. Onzin. Oh ja? Waarom zijn we dan nu hier? Hij weigerde zijn geloof op te geven in die Jezus Christus. Hij bleef maar over hem vertellen. Ik moest wel. Jezus is voor mij gestorven. En voor jou net zo goed. Voor iedereen. Hij stierf aan een kruis voor al onze zonden. En om ons dichter bij God te brengen. Hij kwam terug uit de dood. En leeft. Hij vraagt ons over hem te vertellen. Jezus' woorden maken je blij. Ze zijn waar. En dan zou ik die prachtige woorden van waarheid voor mezelf houden? Geloof me, dat kan ik niet. Nou, dat heeft je niet veel goeds gebracht, of wel soms, ouwe dwaas? Je had deze ellende kunnen besparen en je oude dagen rustig kunnen slijten. Hé, Pulo? Jij bent soldaat. Reken maar, opaatje. En een loyaal, zeg ik je. En dat zal ik blijven. Dan weet jij wat het betekent iets te... verdedigen waarin je gelooft. Ik ben hier om Jezus te dienen. Geboeid, maar trots op dit verlaten eiland. En jij? Ben jij trots hier je rijk te mogen dienen? Daar heeft hij je duk, Titus. Die man is gewoon niet goed wijs. Maar hoe weet je dat, ouwe man? Hoe weet je zo zeker dat... Jezus, dat hij, wat zei hij? De Zoon van God is? Omdat ik erbij was. De bewijzen waren er vanaf het begin. In de heilige boeken staat... De Heer zelf zal het bewijzen. Luister goed. Een jonge vrouw zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze noemt haar kind Immanuel. Die naam betekent God is bij ons. Een jonge vrouw. Een maagd. Dat kan niet eens. Niet voor God. Hij stuurde een engel naar een stad in Galilea. Naar een maagd daar. Dag, Maria. Je bent door God uitgekozen. Wat? Wie bent u?
Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Je bent door God uitgekozen. Je zult in verwachting raken en een jongetje krijgen. Hij moet Jezus gaan heten. Hij zal belangrijk zijn en de zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. God zal hem koning maken. Aan zijn macht komt geen einde. Maar hoe kan dat? Ik ben nog niet eens getrouwd. Je zult in verwachting raken door de Heilige Geest van God. Daarom zal het jongetje dat geboren wordt, zoon van God worden genoemd. Zoals een boodschapper van God al had voorspeld, werd het jongetje geboren. En Jozef, een timmerman en goed mens, werd door God gekozen om hem te beschermen. Maar er waren mensen die dit kind haatten en hem kwaad wilden doen. Maria, word wakker. We moeten weg. Jozef? Wat is er? Wat doe je? De baby. Hij loopt gevaar. Maar het zijn nog kinderen. Maakt dat wat uit? Ik ben de koning van Israël. Ik ben de koning der Joden. Ik deel mijn koninkrijk met niemand. Maar het is maar een profetie. Misschien klopt die helemaal niet. Hoe luidt die? En jij, Bethlehem, je bent een van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die leider zal worden van het volk Israël. Kijk, die ster boven Bethlehem. Daarvan zeggen de sterrenkundigen dat die de geboorte van de koning van Israël aangeeft. Ik neem geen enkel risico. Ik ben de koning van Israël en ik deel mijn troon met helemaal niemand. Heb je dat gehoord? Met helemaal niemand! Sst, mijn kleine Jezus. Loop door. Jongetjes onder de 2 jaar. Laat er geen eentje leven. Geef hier. Het gezin vluchtte naar het land Egypte. En bleef daar tot koning Herodes stierf. Daarna gingen ze terug naar Israël, waar Jezus bij zijn ouders bleef tot hij 30 jaar was. Maar wie beweert hij dan dat hij is, die Johannes de Doper? Dat is dus wat we moeten zien uit te vinden. En dat de hoge priester vertellen. Al die onwetende sukkels die zich om hem heen verzamelen. Kijk ze nou! Ze zouden in de tempel moeten zijn, niet hier bij deze halve garen. Verander, want Gods nieuwe wereld komt eraan. Maak voor de Heer de weg klaar. Kijk, daar heb je ze weer, Andreas. Met dezelfde vragen zeker. Help ons! Hoe kunnen we gered worden? Verander, als je bevrijd wilt worden, doe dan wat de heilige boeken zeggen. Maak voor de Heer de weg klaar. En zorg dat de weg recht is. Hoe je gered kunt worden? Leef volgens de wetten van Mozes. Zo hoort het. Stelletje slangen. Wij? Toon spijt. Heb je het tegen ons? Veranderen? Wij bewaken de regels van de heilige boeken. Meer dan wie van jullie ook. Wat veranderen? Denken jullie echt bij God te horen, omdat jullie bij het volk van Abraham horen? Ik zeg tegen jullie, God kan van de stenen die hier liggen een nieuw volk van Abraham maken! Genoeg!
Geef antwoord! Beweer jij de Christus te zijn? De Messias? Die God zal sturen om ons te redden? Ik ben degene die roept in de woestijn. Maak voor de Heer de weg klaar! Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel belangrijker is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen voor hem te dragen. Ik doop jullie met water, maar hij zal jullie dopen met... het vuur van de Heilige Geest. Ik heb genoeg gehoord. Meer dan genoeg. U komt tot mij, Jezus. Nee, maar u zou mij eigenlijk moeten dopen. Maar wij zijn er om Gods wil te doen, niet onze eigen. Dit is mijn geliefde zoon. Nadat hij gedoopt was, trok Jezus in zijn eentje de woestijn in om te bidden en te vasten. Na 40 dagen zonder eten was zijn lichaam verzwakt. Maar zijn geest bleef onverminderd sterk. Jezus. Oh, Jezus. 40 dagen niet eten of drinken? Indrukwekkend. Kijk. Smakelijk, nietwaar? Als je werkelijk de zoon van God bent, geef die steen dan het bevel dat hij in een brood verandert. Gun jezelf wat lekkers. Dat neemt die rommelende maag weg. Gun jezelf iets. In de heilige boeken staat geschreven: een mens leeft niet van brood alleen, maar hij leeft van elk woord dat God zegt. Dwaas. Hier, bewijs het maar. Spring maar naar beneden. Kijk of God je opvangt. Staat er niet geschreven: God geeft de engelen de opdracht je op te vangen en te beschermen? Er staat ook geschreven: daag de Heer, uw God, niet uit. Geef je alles wat je ziet, want het is van mij en ik kan het geven aan wie ik maar wil. Als jij voor me knielt, zal het allemaal van jou zijn. Stel je voor, ik geef je een leger. Koning Jezus. Nee! Verdwijn, jij duivel! Ik aanbid de Heere God. En alleen Hem zal ik dienen. Schiet op! Haal die netten nou toch binnen! Zonde van onze tijd, dit. Die hele nacht hier. De hele nacht! Wat heeft het opgeleverd? Nou, een slecht humeur zo te zien. Kom op, Simon. Zometeen kun je naar bed. Als de mensen van de belasting die niet ook al hebben meegenomen. Simon! Jacobus! En dat ook nog eens. Die broers van ons.
nergens te zien. Jacobus, Simon, dit gaan jullie niet geloven. Zo, leuk dat jullie ook gekomen zijn. Er moet hier gewerkt worden, broertje. Weet ik, Jacobus, maar we hebben een goed excuus. Dat hoop ik, ja. We hebben hem gevonden. Wat, wie? De Messias. De Messias? Ha! De doper. Hij zei ons hem te volgen. Dat deden we en we hebben hem gesproken. Ja, de hele nacht. Oh ja? Hou je vast. De hele nacht? We hebben werk te doen. En jullie verspillen ondertussen jullie tijd met... En wie ben jij? Wie ben jij? Jezus. Dat is hem. Dit is hem echt, Simon. De Messias, Jezus uit Nazareth. Rustig, Simon. De Messias? De Messias op wie we zaten te wachten? Een arme sloemer uit Nazareth. Het is waar, Simon. Ga het water weer op. Wat? Waarom? Je wilt wat vangen, toch? Ik ga echt niet nog eens. We hebben de hele nacht gevist. En niks gevangen. Ik... Kom mee, Simon. Jacobus, probeer het gewoon. Jullie zijn toch al de hele nacht wakker geweest. Kom op. Eens kijken wat dit betekent. Oké, zodat jullie over deze onzin ophouden. Maar dan doen jullie volgende week het werk. Gooi hier jullie net uit. Zonde van de moeite dit. Volkomen onzin. Maak me maar wakker, Ad. Simon! Simon, kijk! Moet je zien! Nou, kom op. Help nou. Het zijn er te veel. De netten scheuren. Roep de andere boot. De boot, kom met die andere boot. Heer. Heer. Zoveel vis hebben we nog nooit gevangen. En laat staan verkocht. Dat is 2 shekel. En 3 shekel voor u. Rabbi. Heer. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Wees niet bang, Simon Petrus. Volg mij. Wat bedoelt u? Volg mij, Petrus. Allemaal, vanaf nu vangen jullie mensen in plaats van vissen. Bedoelt u nu? Ja, Petrus. Maar zoveel vis vingen we nog nooit. Maar voortaan vangen jullie mensen. Thank you.
Dit zal ons bedrijf kosten. Helaas. Wacht! Ik ga mee! Is dit het huis van Simon? Klopt het dat Jezus van Nazareth hier logeert? Ja, maar het is helemaal vol. Ik hoorde over een wonder. Een recordvangst vis, water dat in wijn is veranderd. Ja, dat hoorde ik ook. En dat hij bij een jongeman kwade geest heeft weggejaagd. Dat is waar. Het was echt een wonder. Ik was erbij. Ik heb het zelf gezien. En hij heeft Simons schoonmoeder genezen. Ze was doodziek. De vrouw lag altijd in bed. En nu? Kijk zelf maar als je erbij kunt. Zij zorgt daarbinnen nu voor anderen. Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je aanklopt, wordt er voor je open gedaan. Want iedereen die ergens om vraagt, krijgt het. Wie iets zoekt, vindt het. En voor wie aanklopt, zal de deur worden opengedaan. Gewoon vragen? Ja, gewoon vragen. En je zult het krijgen. Nee! Kijk uit, doen jullie nou? Mijn dak is kapot! Help me! Wat gaat er gebeuren? Help me! Toe, help me! Alsjeblieft, ik ben al jaren ziek. Helpt u mij? Rabbi, men zegt dat u wonderen verricht. Kunt u iets voor hem doen, alsjeblieft? Wat dan ook? Kom, wat kan de rabbi nu voor hem doen? Breng hem naar huis! Toe, rabbi, ik weet dat God naar u luistert. Alsjeblieft! Het komt goed. Je zonden zijn vergeven. Wat zegt hij nou? Wat bedoelt hij? Zijn zonden vergeven? Hoe dan? Is? Kwaadsprekerij! Alleen God kan zonden vergeven. Kwaadsprekerij! Zeg eens, wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden worden u vergeven of... Sta op en loop. Ik zal u laten zien dat ik de macht heb om zonden te vergeven. Sta op, pak uw bed en loop. Dank u. Het is een wonder! Het is een wonder! Ik zeg u, het is een kwaadspreker! Een kwaadspreker! Maar u zag het toch? U was erbij! Hij heeft een verlamde man genezen! Dat heeft er niets mee te maken. Iemand genezen is één ding. Maar zonden kunnen alleen worden vergeven door God. Durft hij het recht te claimen zonder te mogen vergeven? Een kwaadsprekerij! Dit is het moment. De nieuwe wereld is dichtbij. Kom en geloof het goede nieuws dat God je zonde vergeeft. Dat is voor iedereen. Dat is voor ons allemaal. Nou, kom op. Ik heb meer te doen.
Maar meer hebben we echt niet. U begrijpt toch? Nee, ik begrijp het niet. Wat uw probleem ook is, helaas. Schiet op, wegwezen. Maar het is waar. Weg nu. Nou ja. Dat is... Dat is van mij. Dat is Matthäus, de belastinginner. Haalt geld op voor de Romeinen. En vast ook wat voor zichzelf. Mensen lijken je niet te mogen. Sommigen niet. Anderen doet het niks. Helemaal niet. Hé, Matthäus, heb je nog een beetje wijn? Jij hebt genoeg gehad. Kom, heer. Laat die kerel toch. Mensen roddelen. U moet... Hé, wacht eens. U bent die nieuwe profeet over wie iedereen het heeft, toch? Jezus van Nazareth. Afblijven. Bepaal jij dat? Vindt die vast fijn? Ik weet wie u bent. Ik zag u die man genezen. Wat u zei over vergeving van zonde. Ik geloof dat u Gods zoon bent. Goed, volg mij dan. Matthäus, die een heilige volgt? Dat is waar, Rabbi. Ik was niet echt... Ik ben geen goed mens. Maar dat vroeg ik ook niet. Kom, Matthäus. Volg mij. Wat denk jij hiervan? Ben je dat vergeten, Simon? Toen Jezus het net liet uitwerpen, was onze vangst gigantisch. Toen zei hij dat we zouden vissen. Op mensen? Ja, op mensen zoals jij en ik. Vissers, belastinginners, iedereen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn, Simon. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Jezus bleef de mensen verbazen door zieke mensen te genezen. In de heilige boeken was het al voorspeld en nu kwam het uit. De geest van God is bij mij, want de Heer heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Om aan mensen die moedeloos zijn hoop te bieden. Om tegen gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn. Roep het uit. Er begint een nieuwe tijd. Help me! Ik ben blind! Help me! Toe! Wat doet u? Wat doet u? Echt, het is een onruststoker, een lasteraar. Mee eens. Tollenaars, kroegbazen, prostituees, beweren dat hij zonde vergeeft. Kwaadsprekerij, dat is het. Maar waar wachten we dan nog op? Wij bewaken de regels van de heilige boeken. Het is onze taak hier een eind aan te maken. We moeten hem aanpakken. Maar je hebt zijn daden gezien. Zieken beter maken, zelfs doden tot leven wekken.
Ach, kom. Een ziek jochie wordt beter en dus heeft hij ineens de doden levend gemaakt? Geruchten. Mensen kletsen. Maar zelfs vandaag nog kon een blinde plots weer zien. Hier, in onze tempel. Ja, dat zeggen ze. Hoe weten we of die zogenaamde wonderen echt zijn? Nou... Meester Nicodemus, deze man is het. Het is een wonder! Het is een wonder! Geloof... Waarom breng je deze mensen hier naartoe? Laat mij maar even. Toe. Zeg me, is dit uw zoon? Ja, ja. En is hij blind geboren? Helemaal. Hoe kan het dan dat hij nu kan zien? Dat weten we niet. Hij is volwassen. Waarom vraagt u het hem niet zelf? Wat heb je daarop te antwoorden? Ik kan zien! Ik kan zien! Een man, een profeet. Hij genas me. Hij... Achteruit! Als jij nu ziet, is dat het werk van God. Niet van die man die jij noemt. Van wie we weten dat het een zondaar is. Zondaar? Of hij een zondaar is of niet, geen idee. Maar ik weet wel, ik was blind. En nu kan ik zien. Maar hoe? Hoe heeft hij dat gedaan? Dat weet ik niet. Maar we kunnen hem vast vinden. Wilt u ook zijn discipel zijn? Weg! Wees jij maar zijn discipel. Wij zijn dat niet. Wij volgen Mozes. Want die man, we weten niet eens waar hij vandaan komt. Zo, u durft wel. U weet niet eens wie hij is. Wanneer heeft u voor het laatst gehoord van een blinde die weer kon zien? Geloof me toch, die man genas me. Kwam hij niet van God, dan kon hij dat niet. Jij was gestraft met blindheid. En jij leest ons de les? Ha, weg! Gooi hem de tempel uit. Wegwezen. Ik kan zien. Het is een wonder. Ik zie de blauwe lucht. En ik zie de wolken. En kijk, zijn dat vogels? Ik kan zien. Ik kan zien. Ah! Zit hij daar al de hele nacht? Ja, biddend. Mis jij het? Wat? De boot. Galilea. Soms wel. Mijn gezin. Maar niet de kookkunsten. Dat kan mijn vrouw echt niet. maar de boot, ja, die mis ik. De vrijheid, open water. Dan kun je dat weer echt waarderen. Als we terug zijn. We gaan niet meer terug. Dat weet jij ook. Dat is verleden tijd. Wij gaan niet terug. Dit is Gods wil. Ik stuur jullie op reis. Alle 12. 2 aan 2. Om het nieuws te verspreiden over de nieuwe wereld van God. Vertel onderweg aan iedereen dat die nieuwe wereld zal komen. Heer, wij hebben alles voor u achtergelaten. Ja, Petrus, dat klopt. Jullie allemaal. Luister goed. Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, en je je broers of zussen, ouders of kinderen, huis of land hierom achterlaat, krijg je er 100 keer zoveel voor terug. Je zult het wel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven. Maak mensen beter. De lepra-patiënten. Wek doden tot leven. Jaag kwade geesten weg. Geef wat jullie hebben ontvangen ook weer door. Ik stuur jullie nu op weg
maar het is gevaarlijk. Wees dus zo slim als een slang en tegelijk zo onschuldig als een duif. Jullie zijn vast niet overal welkom. Wie tegen de mensen zegt dat hij bij mij hoort, die hoort ook bij mijn vader in de hemel. Maar wie zegt dat hij niet bij mij hoort, die zal ook niet bij mijn vader in de hemel horen. Wie zijn leven probeert te redden, raakt het juist kwijt. Maar raak je het kwijt omdat je bij mij hoort, zal je gered worden. Iedereen die jullie met open armen ontvangt, die ontvangt mij. En niet alleen mij, maar ook God die mij gestuurd heeft. En dus vertrokken we, twee aan twee, om zijn boodschap te verkondigen zoals hij had opgedragen. En de mensen luisterden graag naar ons, althans de meesten. Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, de overzijde van de Jordaan. Het lijkt wel alsof de hele wereld achter die Jezus aanloopt. Kom je daar nu pas achter? Nou, wat gaan we eraan doen? We denken nog. Maar we kunnen hier toch niet gaan zitten afwachten? Meester Zera! Wat? Kun je niet zien dat wij aan het vergaderen zijn? Wat is er? Sorry dat ik u onderbreek, maar enkele mensen hebben een vrouw op heterdaad betrapt toen ze met een andere man sliep. Ze is hierheen gebracht. Dus, wat is het probleem? Je kent de wet. Verzamel mannen, stenig haar. Zeker, heer. Nou, wat gaan we aan die Jezus doen? Hij ondermijnt ons gezag onder het volk. Bij ons vandaan. Wacht, kom eens terug. Waar ga je heen? Dit is belangrijk. De overspelige. Haal haar en breng haar hier. Ja, maar wat doen we... Wees even stil. Ik heb een idee. Kom. En je zult daardoor je rust krijgen. Wat ik van jullie vraag, is niet moeilijk. Vertel, wat ben jij eigenlijk van plan? Jezus laat de blinden weer zien, zeggen ze toch? Dan zullen wij ook de blinden weer laten zien. Die blinde volgelingen van hem. Wegwezen, aan de kant. Hup, aan de kant. Rabbi, deze vrouw is haar man ontrouw geweest. Ze werd betrapt met een ander. U weet dat Mozes en zijn wet bevelen dat zo'n vrouw gestenigd moet worden. Maar Rabbi, wat zegt u? Wie van jullie nog nooit iets fout heeft gedaan, moet de eerste steen gooien. Beschuldigd. Wie veroordeelt je nog? Niemand, heer. Maar dan veroordeel ik je ook niet. Ga en doe geen verkeerde dingen. Dank u. Hiervan denken. Wat valt er van te denken? Kijk naar haar. Hij heeft haar zonde vergeven. Haar hart is gevuld met vrede. Het heeft haar een andere vrouw gemaakt.
Wij waren allebei ooggetuigen van een prachtig wonder. Een gebroken leven is weer heel. Uitzonderlijk. Ik zou zelf wel eens met deze man willen spreken. Meester Nicodemus. Ik kom hier voor de rabbi om hem te spreken. Rabbi. Wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want het is onmogelijk dat u al deze wonderen kunt doen zonder de hulp van God. Ik zie de hand van God in de harten van uw volgers. In u. Het zit zo. Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt. Maar hoe kan je opnieuw geboren worden als je al oud bent? Het lichaam gaat een keer sterven. Maar wie wordt geboren door de geest zal eeuwig leven. Maar hoe is dat mogelijk? Jij bent een leraar van het volk Israël en toch begrijp je dit niet? Je moet op een nieuwe manier geboren worden, Nicodemus. In je hart. Dus hij was een leraar, genezer van zieken en degene met een ziek hart, begrijp ik. Zelfs jullie geestelijke leiders vroegen hem om raad. Een man van het volk dus. Hij was groot nieuws en mensen kwamen van verre om hem te horen. Om hun hart te vullen en tegelijk hun maag. Hij voedde ze. Omdat hij wist dat iedereen honger had na de lange reizen, nam hij 2 vissen en 5 broden en voedde zo meer dan 5000 mensen. 5000? Ja, en daarna nog een keer 4000. Daarna wilden de mensen hem tot koning van Israël kronen. Kroon hem! Dit is de profeet die was voorspeld! Wie kan zulke wonderen verrichten? En spreken met zoveel gezag. Hij is de Messias, de koning van Israël! Op u we hebben gewacht! Jezus de Messias! Zijn discipelen namen dat idee over. De koning van Israël! Heer, we moeten echt snel naar Jeruzalem. Het volk schreeuwt om u. Ja, we gaan ook naar Jeruzalem. Oh, geweldig. En daar zal ik gruwelijk lijden. De leiders van het volk, de priesters en de bewakers van de wet zullen mij als hun vijand zien. Nee. En daar zal men mij doden. Nee, heer. Nee. En op de 3e dag zal ik weer opstaan. Dit was niet wat zijn discipelen wilden horen. Enkelen dachten dat Jezus een koninkrijk op aarde zou stichten. Maar Jezus had een andere missie. Als je de belangrijkste of de voornaamste wilt zijn, moet je de andere mensen dienen. En wie zich boven jou stelt, zou jouw dienaar moeten zijn. Ook ik ben niet naar de wereld gekomen om over mensen te heersen, maar om mensen te dienen. Ik zal sterven om veel mensen te redden. De een werd boos, de ander verdrietig en weer een ander geschokt. Veel van de dingen die Jezus leerde, waren moeilijk voor mensen om te horen. Houd van je vijanden. Wees goed voor de mensen die jullie haten. Jullie komen naar me toe omdat jullie zoveel te eten hebben gekregen. Niet omdat jullie begrijpen wat ik doe. Doe geen moeite voor eten dat verdwijnt als je het opeet. Doe moeite voor eten dat niet verdwijnt en eeuwig leven geeft. Ik kan jullie dat geven. Ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen. Iedereen die van dat brood eet, die zal eeuwig leven.
En om de mensen het leven te geven, zal ik sterven. Wat ik zal doen voor het leven op aarde. Sommigen liepen bij hem weg, omdat ze een aardse koning wilden. Ze begonnen de lessen van Jezus af te keuren. En één van de 12 discipelen luisterde naar de duivel en probeerde zijn zin te krijgen. Dat is dan afgesproken. Afgesproken. 30 zilverstukken. En daarvoor lever ik Jezus aan jullie uit. We moeten voorzichtig zijn. Jezus is nog steeds erg populair onder het volk. Slim zijn. Een moment vinden om de mensen tegen hem op te jutten. Wie is dat? Dat is Jezus. Jezus van Nazareth. Die wonderen doet? Het volk. Hier in de tempel? En iedereen volgt hem ook nog. Ik verzeker je, dit loopt volledig uit de hand. Dat is toch veel te duur? Ja, graag of niet, hoor. Dat is belachelijk. Dat is geen 2 munten waard. Bent u doof? Geen geld, geen duiven, geen discussie. Kies maar. Volgende! We moeten iets doen. En snel. Maar ik heb mijn eigen duiven om te offeren. Deze zijn veel te duur. Er mogen alleen maar dieren die hier gekocht zijn de tempel binnen. Maar waarom? Omdat de fariseërs dat zeggen. Daarom. Nou, betalen. Heer. Waarom? Waarom doen jullie dit? Maak van mijn vaders huis. Geen handelsplaats. Het moet een huis voor gebed zijn. Mijn geld, mijn geld! Neem mee. Haal die troep hier weg. Hoe kun je zo misbruik van de mensen maken? Vrezen jullie God niet? Haal die rotzooi hier weg! Stop! Stop! Wat heeft dit te betekenen? Wat? Er staat geschreven: mijn huis moet voor allen een huis van gebed zijn. Maar u... U heeft er een rovershol van gemaakt. Nee! Jezus van Nazareth! Op grond van welke bevoegdheid doet u dit? Zeg op! Vernietig deze tempel. En ik herbouw hem in 3 dagen. Wat? Het kostte 46 jaar deze tempel te bouwen. En jij herbouwt hem in 3 dagen? Je bent krankzinnig.
Oh, wat zijn jullie wetsleraren en fariseeën? Schijnheilig, zeg. Aan de buitenkant lijken jullie er dan misschien goed uit te zien. Maar van binnen... van binnen... zijn jullie gewoon heel erg slecht. Oh, jullie... Jullie houden mensen bij mijn nieuwe wereld vandaan door jullie regels. Regels waar jullie jezelf niet eens aan houden. Jullie houden je niet aan de belangrijkste regels van de wet. Liefde, gerechtigheid, eerlijkheid en trouw. O, Jeruzalem. Jeruzalem. Jouw inwoners hebben de profeten gedood. Ik probeerde jullie steeds te beschermen... Beschermen. Zoals een vogel haar jonge kuikens onder haar vleugels beschermt. Maar jullie... Maar jullie wilden dat niet. Dit was echt volkomen ongepast. Zo verzwakt hij onze macht. Dat kan niet. Dat wij niks doen maakt Jezus alleen maar sterker. Blijven wij toekijken terwijl hij ons volk hersens poelt? Toch ontdek ik niets in zijn leer dat tegen onze leer ingaat. Ik ook niet. Zijn leer klopt wel. Klopt? Je hebt gezien wat het aanrichtte. We moeten inderdaad toegeven dat de dierenverkoop een bende was. Maar ontevredenheid van het volk op dat gebied is niks nieuws. Vooruit. Maar die onrust in de tempel, waar zal dat toe leiden? Maar heb ik het goed gehoord dat hij zichzelf koning der Joden noemt? Met alle respect, Caiaphas. Die titel geven zijn volgelingen hem. Maakt niet uit. Hij heeft het niet afgewezen en dus pleegt hij hoogverraad. Dan stel ik een alternatief voor. Dat in plaats van een heel volk te straffen... het beter is dat slechts één man... wordt gedood. Mee eens, Caiaphas. Ja, ik ook. Jezus van Nazareth is een groot gevaar voor onze natie. Hij moet uit de weg geruimd worden. Zodra de kans zich voordoet... Sinds de opstand in de tempel weten we niet waar hij is. Maar... ik denk dat ik daar wel achter kan komen. Goed, regel het. Nee, heer. Dat horen bedienden te doen. U toch niet? Simon Petrus, jullie zeggen altijd heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Zoals ik jullie heer en jullie meester jullie voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Zo zal iedereen weten dat jullie mijn discipelen zijn. Als jullie elkaar lief hebben. Ik ben blij met onze tijd hier samen. Heer, wat is er? Eén van jullie zal mij verraden. Nee, wat? Dat kan ik me niet voorstellen. Niets. Nee, echt niet. Dat doe ik niet. Ik zal het niet zijn. Nee, jij zal het absoluut niet zijn. Heer, maar wie dan? Ben ik het? Degene aan wie
ik dit brood geef, zal mij verraden. Doe maar meteen wat je van plan bent. Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan. Ik zal voor jullie sterven. Mijn bloed zal vloeien, maar daardoor worden jullie gered. Daarvan is deze beker het teken. Goed. Waar is hij? Jullie zullen mij deze nacht allemaal in de steek laten. Want God zegt in de heilige boeken: ik zal de herder doden en de schapen van de kudde zullen alle kanten oprennen. Maar ik zal opstaan uit de dood. Dan ga ik naar Galilea en daar zullen jullie me zien. Misschien laten anderen u in de steek. Ik u nooit, Heer. Nooit. Simon. Satan staat klaar om het jullie moeilijk te maken. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof sterk genoeg zal zijn. Als jij mij weer dient, help dan de andere discipelen. Ik zou zelfs voor u sterven. Petrus, nog voor de haan kraait, zul je mij 3 maal verraden. Nee, Heer, dat nooit. Vader, als het mogelijk is, laat me dan toch niet hoeven lijden. Maar doe niet wat ik wil, maar alleen wat u wilt. Heer? Het uur is nabij. Hij die mij verraadt, komt eraan. Wat doe je? Judas? Wat gebeurt er? Judas, wat doen die soldaten hier? Rabbi. Judas, verraad je mij met een kus? Maar wat is dit? Jezus, nee.
Wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth. Ik ben het. Zijn jullie hier gekomen om mij te arresteren? Alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben? Elke dag zat ik in de tempel te praten over God. Maar toen namen jullie me niet gevangen. Maar wat in de heilige boeken staat, moet gebeuren. Nee, wacht! Laat hem los! Laat hem met rust! Raak hem niet aan! Nee. Laat hem los! Nee. Blijf hem laat hem los! Laat hem los! Nee! Petrus! Laat hem los! Stop! Nee, wacht! Laat me los! Steek je zwaard weg! Weet je niet dat als ik mijn vader om hulp vraag, hij dan meteen een enorm leger van engelen zou sturen? Genees. Jezus! Jezus! Oh, Jezus! 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 Wacht hier. Waar ga je heen? Kijken wat ze van plan zijn. Nee! Johannes! Heeft u niets te zeggen op deze beschuldiging, hè? Geef antwoord. Ik heb in het openbaar gesproken. In de synagoge en in de tempel. Niets heb ik in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag hen die mij gehoord hebben. Jezus. Hoe durf je zo tegen de hoge priester te spreken? Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat. Was het juist? Waarom slaat u me dan? Caiaphas. Genoeg. Genoeg. Terug naar waarom het hier draait. Er zijn hier getuigen die zware beschuldigingen tegen u uiten. Ze zeggen dat u... dat u beweert dat u... de zoon van God bent? Ik vraag het u. Bent u de Messias, de zoon van de levende God? U zegt het. Voortaan ziet u mij zitten aan de rechterhand van de machtige en zult hem zien komen op de wolken van de hemel. Stilte! Stil allemaal! Hij verdient de doodstraf!
geen getuige meer nodig. U hebt gehoord hoe hij God beledigt. Wat denkt u? Jij bent een van zijn volgelingen, toch? Nee. Nee. Ja, jawel. Ik heb je met ze gezien. Dat weet ik zeker. Dat was echt een ander. Jawel, je bent een Galileër. Een volgeling van de Jezus. Ja, ik heb jou met hem in de tuin gezien. Ik zeg je... Ik ken die man niet. Ik zweer het. Ik ken hem niet. De wet is duidelijk. De dood. Maar je weet toch dat de Romeinse wet ons verbiedt gevangenen te doden? Maar de Romeinen niet. Breng hem naar Pilatus. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik moet u spreken. Ik moet u spreken. Het is goed. Laat hem los. Ik heb iemand laten arresteren die onschuldig is. Neem me terug! Hier! Ik heb onschuldig bloed verraden! En wat gaat ons dat aan? Ik heb gezondigd. Over Jezus. Ja, toch? Oh, mijn zoon. Mijn zoon. Hij is naar Pontius Pilatus gebracht. Er komt een aankondiging. Breng me bij hem. Breng me heen. Jullie zeggen dat hij de regels van de wet heeft overtreden. Ik heb hem ondervraagd en volgens mij is hij onschuldig. Maar jullie vroegen hem te straffen. En daarom zal dat gebeuren. 38! Ah! 39! Ah! 40! Ah! Maak hem los. Kom op, breng hem naar Pilatus. Wacht. Laten we zijn kroon niet vergeten. Ja.
de mens. Wat heeft u misdaan dat ze u zo haat? We hebben de gewoonte om op jullie paasfeest 1 gevangene vrij te laten. Wie zal het worden? Laat ik Jezus vrij, die de Messias wordt genoemd? Jezus. Of Barabbas. Barabbas. De Farizeeërs willen dat we allemaal Barabbas kiezen. Ja? Roep Barabbas. Denk erom. Dat willen de Farizeeërs. Wie van de twee moet ik vrijlaten? Barabbas! Barabbas! Laat Barabbas vrij! Laat Barabbas vrij! Laat hem vrij! En hij dan? Wat moet ik doen met deze Jezus, die ze Messias noemen? Aan het kruis met hem. Waarom? Wat heeft hij dan misdaan? Wat heeft hij misdaan? Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Aan het kruis! Aan het kruis met hem! Waar komt u vandaan? Waarom zegt u niets tegen mij? Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? U heeft geen macht over mij. De enige macht die u hebt, kreeg u van God. En daarom hebben de mensen die mij naar u hebben gebracht de grootste schuld. Ik zeg u, deze man heeft geen wet overtreden. Hij noemt zichzelf een koning. Dus? Wij hebben geen koning, maar een keizer. Dus u weet dat Jezus accepteren als koning gelijk staat aan hoogverraad. Ik zeg bij deze dat ik onschuldig ben aan de dood van deze man omdat hij niets misdaan heeft. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Los het maar op. Geef ons maar de schuld van zijn dood en ook onze kinderen. Zoals staat in de heilige boeken. De mensen liepen hem voorbij, alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was. Hij wist wat ziek zijn was. Hij had pijn, heeft voor ons moeten lijden. Hij droeg onze ziektes en onze pijn. Wij dachten dat God hem liet lijden om hem te straffen. Maar God liet hem juist voor ons lijden. Hij is gedood voor onze zonden. Omdat hij werd gestraft, hebben wij nu vrede. Omdat hij werd geslagen, zijn wij genezen. Ah!
Wij dwaalden rond als schapen. De mensen leken wel verdwaald, maar Jezus droeg de zonde van ons allemaal. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden? Laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Laat God hem nu dan redden als hij hem wil. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons. Stil. Heb jij dan geen ontzag voor God? Zelfs nu niet. Wij twee, wij verdienen dit. Maar die man heeft niets gedaan. Helemaal niets. Jezus. Denk aan mij. Als u in uw koninkrijk komt. Ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Drie uur lang leed hij, hangend aan het kruis, tot er rond het middaguur iets vreemds gebeurde. Het hele land werd in duisternis gehuld en het bleef wel drie uur donker. Moeder, dit is je zoon. Dit is je moeder. Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? Het is volbracht. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En nadat hij gestorven was, beefde de aarde en spleten de rotsen en scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. Voorwaar. Hij was werkelijk Gods zoon. Die onruststoker, Jezus, toen hij nog leefde, zei hij... Na drie dagen zal ik weer opstaan. Om verdere problemen te voorkomen, vragen we om wachters en verzegelen zijn graf. Zodat zijn volgelingen het lichaam niet kunnen stelen. En het volk wijsmaken dat hij opstond uit de dood. Goed dan. Doe het zoals jullie goed dunkt. Dat weet ik nou wel. Drie dagen een graf bewaken. Al die andere doden hoeven we niet te bewaken, maar deze moeten we bewaken. Alleen maar vanwege een of ander idioot bijgeloof dat hij zal opstaan uit de dood? Niemand staat op uit de dood. Daarom zijn wij hier, zodat zijn volgelingen het lijk niet stelen en zeggen van wel. Hou op met zeuren. Natuurlijk staat niemand op uit de dood. Nee.
Wat was dat? Gerommel. Aardbeving. Weet ik het. Weer niet geslapen? Dat is niet goed. Dit is niet goed. Ik heb hem verraden. Hem verlaten. We waren allemaal bang. Kon ik hem maar zeggen hoe erg ik me schaam? Kon ik maar... was inderdaad opgestaan. Hij lag niet meer in het graf. Hoe dan? Het graf was leeg. Er lagen doeken, maar geen lichaam. Jezus was weg. Diezelfde dag verscheen hij aan enkele discipelen. Thomas, hij was het. Hij sprak met ons. Luister nou, dat kan niet. Ik wil eerst met mijn vingers de wonden in zijn handen en in zijn zij voelen. Anders kan ik het gewoon niet geloven. Ik wens jullie vrede toe. Kom maar met je vingers. En voel maar in mijn handen. En voel maar in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Mijn Heer, mijn God. Thomas, je gelooft in mij omdat je me hebt gezien. Mensen die in mij geloven zonder dat ze me zien, zijn te feliciteren. Simon Petrus, houd je van mij? Heer. U vroeg me dat nu al 3 keer. U weet alles. U weet dat ik van u houd. Weid mijn schapen. Simon Petrus, toen je nog jong was, deed je wat je wilde. Ging waarheen je wilde. Maar nu je ouder bent, zal God je voortaan leiden. Zelfs naar plaatsen waar je nooit heen wilde. Zul je gaan, Petrus? Zul je gaan voor mij? Ja, Heer. Ik ga waarheen u mij stuurt. Ik volg u met heel mijn hart. En Johannes, Heer. Wat moet hij? Maak je om hem geen zorgen. Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Als dat mijn wil is. Maar jij moet mij volgen. Door die woorden ontstond het verhaal dat deze discipel niet zou doodgaan. Althans, hij zou niet worden gedood door zijn vijanden. En zo was het. U? Ja. De anderen werden gedood omdat ze in Jezus geloofden. Ze trokken de wereld in om het goede nieuws van Jezus bekend te maken, zodat ook andere mensen God zouden leren kennen, zelfs als ze dat met de dood moesten bekopen. En ik bleef als enige over, om te getuigen van alles wat Jezus zei en deed. Van de wonderen, van de liefde en zijn laatste boodschap. Ga, trek de wereld in. Vertel alle mensen het goede nieuws. Wie mij met open armen ontvangt, wordt gered. Ik zal van hem houden en voor altijd bij hem zijn in zijn hart. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie.
Totdat de nieuwe wereld komt. Begrijp je nu dat ik niet kan ontkennen wat ik zelf heb gezien? Waarvan ik in mijn hart weet dat het waar is. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die stierf om de zonde der wereld weg te nemen. Mijn zonde. En die van jullie ook. En die opstond uit de dood. En nu jullie het verhaal kennen, wat geloven jullie dan?